up in there. She brings me a grilled cheese sandwich. Yeah. My grilled cheese and more grilled cheese than she blows me. Nou, we staan hier bij de oefenruimte Stijn Rocks. Initiatiefnummers stel ik even voor. Rob Koosemans. Ik ben Tom van Wilken. Mannen, vertel eens wie dit is ontstangen. Deze middag is eigenlijk ontstangen door, we hebben een oefenruimte, er spelen bands. En die bands die willen ook wel eens een keer naar boete. Dus dit is het resultaat daarvan. We proberen gewoon een paar bands te laten spelen. Ja. En, Even voor de kijkers toe, de oefenruimte, waar ligt die? Dat is een onderdeel van het scoutinggeboer aan de Dieterstraat in Steen, vlakbij het gemeentehuis. In dat geboer hebben we weer twee oefenruimtes gerealiseerd. Hoe een twintigtal bands wekelijks repeteren. Is er een website waar ze heen kennen, waar ze kunnen kijken wie en wat? Oefenruimte Steen, de Vervungsersoir, website, Facebook. Goed zo. Het programma van vandaag, dat zijn dus bands die oefenen in de ruimte. Wat worden de gedachten erachter dan? De gedachte is dat ze bandjes die niet veel spelen, of bandjes die nog niet gespeeld hebben, dat ze die toch een keer aan het spelen, Chris. Zijn de bandjes zenuwachtig? Ik weet het niet. Ik weet het niet. De eerste band is nu hier, volgens mij voelt het reuze met. Ik heb net gekeken naar de Days of Soyuz en we stellen nog even voor aan de drummer. Goedendag, ik ben Martijn Vaassen, ik kom oorspronkelijk uit Steen. Ik ben echt zo'n dikke 15 jaar terug in de tijd geslingerd. Want ik ging vroeger uit hier, toen hoorde het nog KWJ. Daar kennen ze niks meer van terug. Maar ik vind het chic om weer in de zaal te staan en weer lekker ouderwets zeg maar, er tegenaan te gaan. Wie is er bij deze band gekomen? Wie is er eigenlijk de muziekgenre ontstangen en wat is het voor het soort muziekgenre? Ja. Nou, we noemen het eigenlijk space, kraut, prog, improv. Dus eigenlijk vier genres doorheen. Wie is het ontstangen? Luke, de gitarist en ik zaten voorheen in een band waar alles heel strak gearrangeerd wordt. Die band heet Fabriek Royal. En vrij is het van weet wat, allemaal dat strakke gedeuns. Dat wil ik gewoon een keer los. Gewoon los, niet te veel nadenken. Ons laten inspireren door beeldmateriaal. En aan de hand daarvan gewoon puur die gevoel laten spreken en spelen wat in die groep komt. En dat hebben we de shows gedaan. En wat dat betreft, dit is onze eerste show. Dus we kennen het niet vergelijken met vorige Days of the Soyuz shows. Dus Steen heeft de primeur. Volgens mij heeft het publiek zich groot geamuseerd. We hebben geprobeerd om een show te maken waar de kieker, schuine-bloesrijer, constant werd met de aandacht de bier werd getrokken. Daar heb je gezin, of de geest dadelijk zin, de geest van de aarde naar de maan, naar de zon, naar langs de planeten. Sterrennevels, zwarte gaten, het komt allemaal voorbij. En ieder hoofdstuk heeft eigenlijk ook zijn eigen muzikale invulling.
En volgens mij zijn het een hoofdstuk in 3 kwartier. Ja, daar kent ze geen Loosterbeuk voor opzetten. Daar kent ze beter hier. Ik moet zeggen, we hebben de schoot geabaseerd. Nog een klein stukje in de film. Zien we tot namelijk de Russische raket en de het? De Soyuz-raket. Ik heb daar de naam dan ook van, of is dat gewoon toeval? Nou, daar komt de naam vandaan. We hebben een beetje een voorliefde voor de vreugde Russische ruimtevaart. Toen ver opgroeide worden we allemaal geheim. En daarom is het veel interessanter dan wat NASA allemaal dicht. Dus hij gaat van, ja, daar moet voor het een beetje op toespitsen, want het is mysterieus. En, ja, en dan even ook, ja, ze zeg maar de Russische raketten en even de Amerikaanse raketten. En die Amerikaanse heel erg galant en gestroomlijnd. En die Russen echt van die lompe Oostblokmachines. Ja, daar houden we gewoon van. Hartstikke bedankt voor het interview. Succes op de verdere ruimteweg. Merci, hopelijk zien we ons weer.